Wij zijn als Heren en Hillewaren gespecialiseerd in kwalitatief onroerend goed. Dat kan gaan van residentiële woningen tot bedrijfsonroerend goed, winkelpanden, industriële panden. Maar de rode draad in ons aanbod is goede kwaliteit in zijn totaliteit of qua ligging en de mogelijkheden die een pand biedt. Ik vind het vandaag heel interessant om eigenlijk de marketing te kunnen doen van een makelaarskantoor. Wij zijn eigenlijk voor een stuk een reclamebureau geworden, omdat je op tal van domeinen moet gaan kijken hoe kunnen we die eigendommen op zo goed mogelijke manier gaan in de markt zetten. Heren Hillewaren heeft mij benaderd met het voorstel om een videofilm te maken van de woning. Om daarmee toch iets meer publiciteit te genereren en dat het toch iets meer van deze hele dagen is. Verschillende studies hebben aangetoond dat video's veel meer bekeken worden op het internet dan gewoon foto's. Dus wij vonden het ook belangrijk om dat kanaal te gaan gebruiken. En daarom hebben we besloten om onze klanten een professionele videoreportage, een echte film, aan te bieden van de eigendommen die ze bij ons te koop stellen. In het begin heb ik daarover moeten nadenken natuurlijk, maar ik denk dat dat wel op zich een goed verhaal is, omdat het driedimensionaal is en mensen ook een beeld geeft van hoe je leeft. Kijk, als je een film maakt van een eigendom, dan heb je als voordeel dat je een sfeer kan laten zien aan kandidaatkopers. Je kan laten zien hoe het is om daar te wonen, door het huis te wandelen, bepaalde ruimtes te zien, lichtinval. Een foto is heel statisch, terwijl een film natuurlijk de beweging heeft. Het dynamisch aspect van een film heeft een heel positief effect op het gevoel dat iemand heeft bij zo'n aanbod. En je krijgt maar één keer een kans om een goede indruk te maken. Ik figureer zelf toevallig in deze film mee. Dat was geen must. Het is spontaan ontstaan eigenlijk op de dag zelf van opname. Of men kon iemand van het makelaarskantoor als makelaar door het huis laten lopen. Dus het is absoluut geen noodzaak, maar in dit geval dacht ik van ach, laten we eens gek doen. Ja, ik vond het op zich wel heel leuk, vernieuwend, spannend ook wel een beetje. Maar op zich, je hebt er totaal geen last van. Het is een dag draaien of een halve dag draaien, net hoe lang het weer is of wat de omstandigheden zijn. En men is weg. Nee, ik vond het wel gezellig. Ik denk dat deze manier van werken dat die vrij uniek is. En wij zijn continu op zoek naar gewoon meerwaarde voor onze klant. Die luchtopnames vond ik bijzonder uniek om te zien. Het was ook iets wat ik nog niet kende, moet ik eerlijk zeggen. Maar je hebt inderdaad, je ziet precies hoe het huis om het perceel gesitueerd is. En dat is op zich wel mooi om te zien. De techniek is de laatste jaren enorm geëvolueerd en het hele gebeuren met radiografische helikopters maakt het vandaag mogelijk op een heel stabiele manier prachtige high definition beelden te maken vlak boven een eigendom en rond een eigendom. Dat is een unieke manier om een eigendom in beeld te brengen. Gecombineerd met de Steadicam-technologie, die ook vandaag makkelijker bruikbaar geworden is, geeft ons de mogelijkheid om een absoluut professionele film op te leveren die betaalbaar genoemd kan worden. Ik vind het eigenlijk een perfecte oplossing. Het vak van makelaar is de laatste jaren wel veranderd. In het verleden waren we heel vaak bezig met klanten in de auto rond te rijden naar eigendommen te gaan kijken. Maar we stellen vandaag vast dat heel veel mensen het internet gebruiken. Dus wij willen ook op dat vlak de klanten bereiken en zorgen dat wij opvallen, dat de eigendommen die we aanbieden, dat die opvallen bij de klanten. Dus we zetten daar heel zwaar op in en wij zien dit filmproject eigenlijk als een verlengstuk daarvan. De koppeling met onze eigen website, de vastgoedwebsites, de sociale media en een heel persoonlijke presentatie van een eigendom.